Hallo, het is alweer een tijdje terug dat ik een video geüpload heb. En dan vragen misschien aan mijn vele volgers, alle 8, zich af wat er aan de hand is. Nou, niks hoor, gewoon druk met andere dingen. Maar ik dacht, ik ben nou even lekker aan het wandelen buiten. In het bos, wat ze hier door de lokale PR-vereniging het middelpunt van Nederland wordt genoemd. Ja. Ik denk dat de cartografen daar wel wat problemen mee zouden hebben met die beschrijving. Want die plaatsen het middelpunt van Nederland in Amersfoort. Maar dat is het cartografisch middelpunt, dit is het geografisch middelpunt, zeggen ze. Maar het is allemaal niet zo belangrijk. Ik wou je alleen even van dit uitzicht laten genieten. En dit is een heuveltje in het bos er vlakbij en dat leidt dus naar een soort vlakte. Het is nu even een paar minuten, seconden stil, maar je ziet daar misschien in de verte alweer een paar fietsers aankomen. Het gebied is zo groot dat het lijkt of het leeg is, maar er staan een heleboel auto's bij de ingang. En van het een of ander moment zit je weer midden tussen de mensen. Ja, dan heb je mijn schaduw. Interessant, hè? Nou, even kijken waar die fietsers heen gaan. Dan neem ik even een ander pad naar beneden. Ja, dan komen we hier omhoog. Maar misschien een indruk krijgen van de hoogte, die is niet zo heel erg hoog. Doe dit met mijn telefoon, niet met mijn GoPro. Dus als het beeld wat schokkeriger is dan bij mijn vorige wandeling, komt dat daardoor. En niet omdat ik trilhanden heb. Wel een trilbeen, geen trilhanden. Als je nou goed luistert, dan hoor je behalve het gezoem van fietsen ook in de verte een specht. Eentje die aandacht aan het zoeken is, denk ik. Want... Nou, misschien is hij wel gewoon eten aan het zoeken, dat kan ook. En van aandacht bedoel ik natuurlijk van een andere specht om kleine spechtjes te maken. Het is nog geen paartijd, maar het is nou zo heet. Ik kan me niks verbazen dat die beesten in de war zijn. Het leven van dag tot dag. Nee. Kom hier dus. In de. Nou ja, noem het maar. Volgens mij werd ik even onderbroken door mijn onhandig gebruik van de camera. Een stukje gehoord over het specht nog nooit. Maar is het dus midden tussen de bos en de heuvel waar ik net op stond? Dat noem ik altijd de kuil. Flinke kuil. Een paar voetbalvelden groot. Daar kwam ik net vandaan. Ik zie nou zo in de reflectie van die camera mezelf. Lijkt niet of ik een selfie aan het nemen. Maar dat is niet zo, hoop ik. Want dan zie je al de hele tijd naar mijn snuit te kijken. Dan zie je niet op te wachten, natuurlijk. Ja. Daar misschien, ja, kan ik dat niet doen. Een paar betonnen bouwsels, geen idee waar dat voor is. Even verderop, meer bij de ingang, hebben ze een hondentrainterrein. En dat is waar politiehonden worden opgeleid. Ik heb ze wel eens bezig gezien. Vandaag niet. Ja, kort filmpje vandaag. Of twee filmpjes. Ik zal het aan elkaar proberen maken, kijken wat het gaat. Hopelijk dorst dat jullie les dat jullie dorst naar meer tot de eerstvolgende echte video. En hopelijk dat ik een beetje staan. Ik praat nogal rustig en de camera staat een beetje weg. Maakt niet uit. Ik heb altijd de beelden nog. Ciao. Nou, even kijken wat lukt met die verre zon zo tegenin. Maar dit is de andere kant van de kuil. Dat heuveltje daar. Kwam ik dus net vanaf. Lijkt zo veel minder stijl dan het echt is hoor. In de winter. Dus nu, maar als het gesneeuwd heeft. Er zijn een heleboel mensen hier aan het sleeën. En ik vind het altijd dat ding. Tegen de tijd dat ze beneden zijn, gaan ze wat met macht 2. Maar goed, ik ben nooit te veel een groot fan van sleeën geweest. Behalve bobsleeën. Vind ik wel leuk. Maar daar hoop ik altijd ook wat stiekem dat ze over de kop gaan natuurlijk. Ja,
Waarom zou je ontkennen dat dat de reden is dat je kijkt? Je hebt dus die beton dingen van net zag. Ik weet niet waar ze oorspronkelijk voor zijn. Maar ik weet dat ze nu als vuilnisbakken worden gebruikt. Op zich niet slecht. Maar voor de rest valt hier vrij weinig te bespeuren qua afval. Daar één dingetje. Maar niet slecht voor Nederland.